De brandweer heeft woensdagmiddag de korpsen alvast gewaarschuwd voor de zeer zware windstoten die donderdag op ons afkomen. De vooraankondiging van Weercode Oranje is bedoeld voor vrijwilligers bij korpsen in Zuid-Holland-Zuid. In Dordrecht hebben we beroepsbrandweer. Vooralsnog worden hier geen extra manschappen opgeroepen. Nederland krijgt donderdag te maken met een westerstorm. Tot aan het begin van de middag kunnen we in Zuid-Holland te maken krijgen met windstoten van 100 tot 120 km per uur. Daarmee waait het harder dan de storm van 2 weken geleden. Toen viel in Dordrecht de schade mee. Er waren vooral afgewaaide takken en een paar omgewaaide bomen. Op een enkele plek liep dakbedekking los. In de regio was wel meer schade. Het KNMI heeft voor donderdag weercode oranje afgegeven voor alle provincies, uitgezonderd Noord-Brabant en de drie noordelijke. In de loop van de middag neemt de wind af.